Gaan we even luisteren naar Annemiek van Vleuten. Want we weten dus, ja, die had het moeilijk de laatste dagen. En krijgt dan zo'n etappe voor de kiezen. Waarin ze weet, ja, het is ook een beetje een loterij. Ze was er niet zo blij mee. Echt, ik kan niet zeggen hoeveel ik af heb gezien. Ik denk niet dat ik zoveel dagen... Schuif reis. Hey! Goed zo. Yes, thanks. Ja, nou ja, dat is echt genoeg, denk ik. De ploeg weet ook hoeveel... Echt, ik was echt zo ziek als een kat. Ik kan niet zeggen hoeveel ik af heb gezien. Dan scheelt het heel veel met een mondkapje en een zonnebril voor dat je heel goed kan pokerface kan ophouden. En ik wilde ook gewoon niemand laten werken dat ik heel slecht was. Maar vandaag moest ik bijvoorbeeld, ja, ik had een laatste sectie, had ik een lekke band. Wat heb je toen gedaan? Nou, dit is de fiets van Emma Noorsgaard, waar ik nu op zit. Dus dat was niet mijn fiets. Dat is ook de reden waarom ik niet vind dat dit een etappekoers thuis wordt. Dit soort spektakel. Leuk voor de foto's en leuk voor een eendagswedstrijd. Prachtig in Strade Bianchi, ik hou ervan. Maar niet in een etappekoers. Maar goed, dan moest ik het gaatje dichtrijden na ik die fietswissel had gehad. Even moest wachten natuurlijk. Ja, dat had ik gewoon gisteren en eergisteren niet gekund. En vandaag had ik er echt wel weer de benen voor. Dus vol voor het klassement weer? Dat heb ik nooit losgelaten hoor. Mijn bondscoach wordt gezegd van Vleuten gaat niet naar de kleuter. En die geeft ook niet zomaar op. Dus dat klassement heb ik nooit aan mijn hoofd gezet hoor. Maar ja, gewoon wel dag per dag bekeken. Ik ben gewoon heel blij dat het gewoon alweer een stuk beter is. Dankjewel. Ja, inderdaad. Annemiek van Vleuten, niet naar de kleuter. Maar dat had onder andere te maken, Kim, met de cameraman die je bij je hebt, Tom. Want die had het nog druk vandaag. Hier ziet u hem en inderdaad, hij vervangt de ketting bij de fiets van Vleuten. Ja, en zo moet je dus inderdaad heel multifunctioneel zijn op zo'n moment dat je in Le Tour of Femme zit. En het ene moment zit je dus inderdaad aan de fiets van Vleuten.